Enkele studenten van de Academie Lerarenopleiding ALO zijn het niet mee eens dat zij in het nieuwe schooljaar plotseling geconfronteerd zijn met online lessen. Dat is gisteren naar voren gekomen tijdens een persconferentie van de Bond van Leraren BVL samen met enkele studenten. Rishma Mangre, voorzitter van de BVL, gaf aan dat er veel problemen zijn ten aanzien van de nieuwe opleiding. Volgens haar heerst er namelijk grote ontevredenheid onder de studenten van de academie. Omdat studenten niet van tevoren op de hoogte zijn gesteld wat de regels zouden zijn en waaraan ze zich moeten houden. Er is bijvoorbeeld niet aan studenten aangegeven dat ze de studie online zouden volgen. Nu zijn we zeker als studenten, zeker van deze tijd, zijn studenten niet tegen online studeren. We gaan met de ontwikkeling mee, maar als je een studie plant en je zegt de studenten moeten online studeren, dan zou je dat één van tevoren de studenten moeten melden en kijken of de randvoorwaarden in place zijn. Want nu worden de studenten in de kosten gejaagd. Ze moeten een laptop aanschaffen, ze moeten een wifi box aanschaffen en dat gaat niet. En ze moeten werken in een programma als Moodle waarmee ze helemaal niet bekend zijn. Dus een hele grote ontevredenheid ook over de gang van zaken, het traject, het vervolgtraject. Wat houdt die opleiding in? Waar gaan ze lesgeven? Ze hebben tot nu toe niet begrepen wat de output zou moeten zijn van deze opleiding. Hillegonda Wisch, student aan de Academie Lerarenopleiding, is zeer ontevreden. Ze zegt verder dat het niet kan dat een opleiding haar curriculum aan studenten opdringt. Het kan niet zo zijn dat ik me heb ingeschreven op een opleiding, pre-bachelor, en dat ik pas na bijna plus minus 2 maanden te horen krijg, en dat was op 4 november, dat het geen klassikaal studeren wordt. En dan wat schetst mij verbazing, is dat op dat moment, ja, dat de minister gewoon doodleuk zegt, dan, het was mevrouw De Bies nog, van misschien kan de minister een regeling voor jullie treffen om een lening aan te sluiten. Ik bedoel van, zo werkt dat niet. En ik bedoel van, Telesur is al volgens mij jaren bezig met glasvezel. En nog steeds hebben een aantal Surinamers geen internetverbinding thuis, geen aansluiting. Ik bedoel van, het werkt niet. Weten ze niet hoeveel Surinamers in Suriname wonen? Weten ze niet hoeveel mensen behoefte hebben aan een internetverbinding? Dus dat is een van de minpunten en ik bedoel van, online studeren, heb je me daarop voorbereid? Hillegonda Wisch, student aan de Academie Lerarenopleiding. Zij sprak gisteren haar misnoegen uit over het feit dat zij en andere studenten online de lessen moeten volgen op de academie. De studenten zeggen dat zij extra in de kosten worden gejaagd door de opleiding. Zij eisen daarom hun inschrijfgeld terug.